Max Wojski, bruine bonen met rijst. Liedje wat iedereen kent. Het recept zit zelfs in de voorstelling. Maar zelfs in de voorstelling maken ze er ruzie over. Hoe het moet. Wat er eigenlijk in moet. Ja. Ja, maar okay. Ramon wil echt weten, een specialist, hoe moet het nou? Nou, echt. We gaan geen bouillonblok gebruiken. Oké, dat is het bijzonder in de Surinaamse keuken. Ja. Surinaamse keuken, laurier. Altijd. Uien, knoflook. Ja. Long thai, pimentkool. Doe ook in de pan. En natuurlijk... Madame Jeannette. Surinaamse heel erg van de kip. Surinaamse echt. En zoutvlees toch ook? Of, zoutvlees, ja. Ja kijk. Gezouten rundvlees. Ja, ja. Ja. Weet je hoe het komt dat wij in Suriname dit soort dingen eten? Dat is jullie schuld. Oké. Ja. Blame me for it. Ja. Jullie zijn wel degene die het naar Suriname hebben gebracht. Ja, dus dat vlees dat zat aan boord van het schip. Om het lang goed te houden werd het gezouten. En maar jongens, die voorstelling voor jullie hè. Mm-hmm. Waar gaat die over? Hij heet Wojski versus Wojski. En dat gaat over Max Wojski senior en Max Wojski junior. Senior was een van de eerste Surinaamse muzikanten die naar Nederland kwam. Mi nego nya lekbana, masusa of krakum, masamoji funya yumus archibum. Baby met R, dat is bruine bonen met rijst. Baby met R, dat is bruine bonen met rijst. Overal waar ze kwamen lieten ze de zon schijnen. Ja. Maar het tragische van hun leven is dat het, ja, binnen thuis eigenlijk altijd regende. En jij speelt die zoon? Ik speel die zoon. En hij heeft zijn zoon op een gegeven moment over laten komen omdat hij een zwarte gitarist nodig had. Hoe zwarter, hoe beter gold in die tijd. Ja, omdat het was exotisch en het was mooi en het was spannend en ze maakten mooie muziek. Prins Bernhard was een fan en die liet ze naar Soestdijk komen om dan dansavondjes te hebben met de Wojskis. Zou het jullie ook even meepakken? Ik speel Alma Braaf, dat is de vrouw van Max Senior. Die Braaf? Nee, die is helemaal niet Braaf. Nee, het tegendeel was een hele stoere vrouw. Ik ga nu jullie de ideale bruine bonen laten proeven. Mm-hmm. Deze kip en saus hebben gewoon een smaak. Dus dat is de veel krachtigere bruine bonen. Met een goede kip, met een mooie bite, met smaak en een bouillon met smaak. Laten we een beetje uien bakken hier zo. Dan gaan we de bruine bonen erbij doen, toch? Ja. Hup, we gaan erbij. Hup. Zoutvlees, black soy, pimentkorrel, Madame Jeannette peper. Bruine bonen is eigenlijk in Nederlands, maar met die ingrediënten, Surinaams. Ja. Dus de BB met R, kijk eens. Dit is hem, hè? Ja. Ziet er goed uit. Dit is echt wel een goeie. Is het lekker? Lekker!